Goedemorgen, kijker en luisteraar. Het is nog een klein beetje vroeg. Wat is het? 8 uur of zo, 's morgens. In elk geval, ik heb het volgende bedacht. En ik refereer even naar bijvoorbeeld Justin Peters, die een open challenge heeft gedaan aan Bill Johnson en Chris Vallotton van Petal Church Reading, met een Supernatural School of Ministries, waar met regelmaat de engelenveren bij bosjes uit de lucht vallen. Volgens hem. Nou, engelenveren gooi je niet in de prullenbak. Ik zou het niet doen. Dus Justin Peters heeft een open challenge gericht aan Bill Johnson en Chris Vallotton. Show me the angel feathers. En ik betaal voor de analyse in een laboratorium. En als dat echte daadwerkelijke angel feathers blijken te zijn, nou, dan leg ik mijn bediening neer. Nee, daar gaan ze niet op in. Nee, natuurlijk niet. Duh. Maar ik heb ook een open challenge aan mijn zus Katja Eppinga. En ik challenge jou, Katja Eppinga, om net zo recht in de camera als ik te kijken en publiekelijk te zeggen precies hoe jij over mij denkt. En ik zal in deze commentsectie een linkje plaatsen met een gedicht wat ik op Freebeat geïmproviseerd heb. Spreek de waarheid van je hart. Hè? Sta voor wat je publiceert en spreekt en schrijft. Sta er dan voor. Katja Eppinga, ik daag je uit om op te houden, om achter mijn rug om aan mensen te zeggen wat jij over mij denkt. Ik daag je uit om publiekelijk te gaan staan voor wat jij zegt over mij. Want doe jij dat niet, dan ben jij een werker van de duisternis. En dan sta jij helemaal niet voor wat jij zegt en vindt. In dat geval. En dat doe je ook niet. En daarom. Daarom. Zeg je publiekelijk mijn naam niet. En noem je mijn YouTube kanaal niet publiekelijk. Nou, ik daag je uit. En we zien het wel. Een goede dag gun ik iedereen. En die zul je hebben wanneer jij het goede doet en het slechte nalaat.